Champagne vanmiddag in het Kyocera Stadion. De jeugdopleiding heeft een nieuwe shirtsponsor en dat is de Rabobank geworden. De handtekeningen werden hedenmiddag gezet en zo ziet het nieuwe shirt er dan uit. Tot tevredenheid van een ieder. Matthijs Manders, vandaag ondertekening met Rabobank Regio Den Haag. Hoe belangrijk is dat voor de club en speciaal voor de jeugdopleiding? Nou ja, dat is natuurlijk heel belangrijk. Een fantastische naam om die te kunnen verbinden aan ADO Den Haag. Onze jeugdopleiding, de parel van ADO eigenlijk. Hè. Ieder jaar investeren we in onze jeugd met de hoop dat de talenten doorbreken. En daarnaast vinden we het belangrijk dat jeugd beweegt. Dus ook daar hebben we een voorbeeldfunctie. Ja, en een veel mooiere naam dan Rabo op het shirt van de jeugdopleiding had ik me niet kunnen voorstellen. Want wat gaat de Rabobank precies ook doen buiten de echt sponsoring van de jeugdopleiding? Nou, ze steunen ons financieel uiteraard en daarnaast gaan ze ook onze jonge voetballers begeleiden in financieel opzicht, hoe ze met geld moeten omgaan, hè. Een stukje maatschappelijke verantwoording overdragen, zeg maar. Hè. Dus dat vinden we heel belangrijk, want naast het voetbal is het denk ik ook belangrijk dat onze jeugdspelers een maatschappelijke besef krijgen. En daar zijn wij als club iedere dag mee bezig, maar met de support van Rabo worden wij daar zeer mee geholpen. ADO tevreden, Rabobank tevreden en de shirts zien er prachtig uit. Proosten geblazen dus. En mooie woorden van directievoorzitter van Rabo, Jaap Wielaert. Wij vinden het heel fijn om ons te verbinden aan ADO. ADO is een begrip in de regio, al jarenlang. Een hele mooie voetbalclub en daar verbinden wij ons heel graag aan. Want wat gaan jullie precies doen bij de ADO Den Haag? Het geldt voornamelijk voor de jeugdopleiding. Jazeker, wij gaan de jeugdopleiding voor 3 jaar lang sponsoren. En wij vinden het belangrijk, de jeugd heeft de toekomst. Talenten, jonge talenten, om die te helpen zich ontwikkelen. Dat past bij ons. Wij zijn echt een bank die gericht zijn op de ontwikkeling van de omgeving. Maar ook op de ontwikkeling van dus jonge mensen, in dit geval jonge voetballers. Het is niet alleen de pure sponsoring, maar inderdaad ook een stukje ontwikkeling. De spelers gaan bijvoorbeeld geholpen worden in allerlei soorten begeleiding. Ja, zeker. Wij noemen dat financiële educatie. Het is belangrijk ook dat de jonge jongens zich ontwikkelen op het gebied van financieel gebied. Het is een heel ingewikkeld speelveld. Wij zijn een hele betrouwbare, ervaren partner daarin. En daar gaan wij ze in begeleiden. En daar heeft het ook nog iets te maken met de topsportdesk. Kunt u vertellen wat dat precies inhoudt? Ja, we hebben in Den Haag een topsportdesk. Dat betekent dat we accountmanagers hebben die heel veel ervaring hebben in de wereld van sport. En alle dimensies die daarbij komen kijken. De contracten goed kennen, de dingen die nodig zijn in die wereld. Dus we hebben dedicated accountmanagers voor topsporters.